Goeiedag en welkom in de Hoekse Waard, waar vandaag de maaiwerkzaamheden voor de Bokashi Pilot van start zijn gegaan. Door beheer en onderhoud werkt Waterschap Hollandse Delta dagelijks aan het op orde houden van ons watersysteem. Onder ons beheer valt zo'n 770 kilometer aan waterkeringen, zo'n 1250 kilometer aan wegen en zo'n 7200 kilometer aan watergangen. Je kunt je voorstellen dat hier een hoop maaisel bij vrijkomt. Naar schatting is het in de Hoekse Waard jaarlijks zo'n 22,3 kiloton aan maïs. 50% van het maïsel wordt geklepeld, wat inhoudt dat het gewoon blijft liggen. 40% wordt op aangrenzende percelen ingereden en ongeveer 10% gaat naar de composteerder in Brabant. Vanuit Waterschap Hollandse Delta is de vraag ontstaan om op een andere wijze met ons maïsel om te gaan. De Bokashi Pilot sluit overigens ook erg goed aan bij de doelstelling van het waterschap om in 2030 de helft van haar werkzaamheden circulair uit te voeren. Ja, door het bestuur van het waterschap Hollandse Delta is ons gevraagd om te onderzoeken om het maïsel op een andere manier te verwerken dan we nu doen. Nu gaat maïsel heel veel naar de composteringsbedrijven in Brabant, waardoor grote transportafstanden noodzakelijk zijn en ja, daardoor ook meer CO2-uitstoot plaatsvindt. De hoeveelheid maïsel wordt steeds meer. Dit komt omdat we meer biodiversiteit nastreven en daardoor wordt er meer maïsel afgevoerd van bermen, wegen en waterkeringen. De Bokashi-methode is een proces dat uit verschillende stappen bestaat. Eerst ga je het maaien, vervolgens ga je het maïsel verzamelen en breng je in een hoop. En dan wordt het ingeslurfd of ingekuild, waarbij mineralen, klei en kalk wordt toegevoegd. Dan blijft het in een afgesloten ruimte in folie, wordt het minimaal 2 maanden vindt dat proces plaats, een fermentatieproces. En vervolgens wordt het over het land uitgereden. Wat we met deze pilot ook willen bereiken is om te kijken of er bij de agrariërs ook belangstelling is voor dat product. Inmiddels is gebleken dat er daar voldoende vraag naar is en dat het ook iets is wat we in de toekomst wel kunnen gaan toepassen. Om tot deze pilot te komen zijn we al 2 jaar bezig, een heel lang proces. Met name de vergunningaanvraag en dergelijke hebben heel veel tijd gekost. En wij hebben met name opgetrokken met de omgevingsdiensten. En waarom de omgevingsdiensten? Dat zijn de handhavers die kijken namelijk of het maïsel op de juiste manier rechtmatig wordt toegepast. Van belang dat die in ieder geval vertrouwen hebben dat het proces goed verloopt en hun zijn ook weer een klankbord naar het ministerie toe die we gaan bewegen om de wetgeving aan te passen. Bedankt allemaal voor het kijken. We gaan jullie middels deze videoreeks op de hoogte houden van dit duurzame project in uitvoering. Hopelijk tot ziens.